Mijn naam is Frederik Assink. Ik ben directeur-bestuurder van Bibliotheek van Nu. Het is een bibliotheekorganisatie die verantwoordelijk is voor het bibliotheekwerk in 5 gemeenten. Roosendaal, Moerdijk, Haldenbergen, Zundert en Rukven. Wij zijn initiator van het Taalnetwerk. En het Taalnetwerk is in het leven geroepen omdat er gewoon in Nederland best wel veel mensen zijn die moeite hebben met taal, moeite hebben met lezen. En de bibliotheek is van lezen. Als mensen niet kunnen lezen, moeite hebben met taal, dan hebben ze ook moeite om mee te doen. En om die reden hebben we de handen ineengeslagen, samen met andere partners, om te kijken of we meer mensen uit deze groep kunnen bereiken en enthousiast kunnen maken voor lezen. Want daar is de bibliotheek van leesplezier. En door samen te werken met andere partijen hopen we dat we meer mensen bereiken en dat we uiteindelijk het probleem, wat best ingewikkeld is en groot is, op die manier kunnen aanpakken. Goedemiddag, mijn naam is Edith Spaans en ik werk voor Humanitas sinds een paar maanden, inmiddels als taalmaatje en ook als coördinator taalmaatjes. Ik geef zelf 1 keer in de week les aan een hele aardige Vietnamese mevrouw. Die wil haar Nederlandse taal wat verbeteren. Ik vind het heel erg gezellig. Ze maakt wel al vorderingen, maar het probleem is dat ze super snel blijft spreken. Dus dat moet ik er wel af zien te leren. Als coördinator help ik andere taalmaatjes als er problemen zijn of vragen. En ik werk ook regelmatig op kantoor bij Humanitas. Wat belangrijk voor Humanitas is om mee te doen aan taalwerk net nu, is dat we dan meer in de picture komen. Want via dat netwerk zouden wij mogelijk weer aan nieuwe vrijwilligers kunnen komen. En dat is super belangrijk, want helaas hebben we inmiddels een aardige wachtlijst. En die zouden we natuurlijk heel graag weg willen werken. Goedemiddag, mijn naam is Aniet Osvaarden. Ik ben van Stichting Vereniging ABC Noord-Brabant, waar ik voorzitter ben. Die wordt geleid door ex-laaggeletterde. Wij doen namelijk aan de BSO van belangenbehartigers stimuleren en ontmoeten. Belangenbehartigen is bij de provinciale en landelijke en gemeente om laaggeletterdheid op de kaart te zetten en aandacht te vestigen. Stimuleren is om op de pabo's te vertellen wat inhoudt om laaggeletterd te zijn. Om bij UVW om bekend te maken wat het inhoudt om laaggeletterd te zijn. En bij het ontmoeten is dat de cursisten en de ambassadeurs van Nederland een gezamenlijke dag hebben die door de stichting en vereniging ABC wordt georganiseerd 1 keer per jaar. En ik wil graag jullie ook nog aandacht op vestigen dat we een website hebben waar u ook nog voor informatie kunt afhalen. Dat is www.abc-nu. Het Kerbeek College van ROC West-Brabant is een belangrijke partner in het taalnetwerk van nu. Mijn naam is Sonja van den Bergen en ik werk als netwerkdocent bij het Kerbeek College. Het terugdringen van laaggeletterdheid is voor het Kerbeek College de belangrijkste drijfveer om deel te nemen aan dit netwerk. Ons werk bestaat uit het aanbieden van lees- en schrijfcursussen op verschillende niveaus en diverse locaties en het trainen van taalvrijwilligers. Onze ervaring in de samenwerking met vrijwilligersorganisaties in andere gemeenten laat zien dat onze professionele docenten en de vrijwilligers elkaar kunnen versterken en aanvullen en stimuleren om de laaggeletterdheid terug te dringen. In samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven en de Vereniging ABC traint het Kerbeek College dit jaar nieuwe ambassadeurs laaggeletterdheid. Deze ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander vertellen hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe de wereld verandert als je beter leert lezen en schrijven. De samenwerking zal ertoe bijdragen dat de partners van het taalnetwerk van nu de laaggeletterden beter kunnen herkennen en gerichter kan wijzen op andere vormen van begeleiding en ondersteuning bij de diverse partners.
Het enthousiasme van het Kerwick College om deel te nemen aan het taalnetwerk is groot, omdat de laaggeletterdheid in de maatschappij zal verminderen. Wij gaan ervoor. Doe je mee? Mijn naam is Marjolein Verkuijken van Vluchtelingenwerk Roosendaal. Ik ben taalcoachcoördinator voor deze locatie. Op het moment dat een asielzoeker een huis toegewezen krijgt in de gemeente Roosendaal, helpen wij hem of haar en het hele gezin bij de integratie. En dit houdt in onder andere dat we helpen met de inburgering, maatschappelijk begeleiding, maar ook eventuele juridische begeleiding. De voordelen die voor ons voor het taalnetwerk van nu zijn, is vooral de kennisdeling. Voor de taalcoaches. Ze kunnen elkaar ondersteunen, helpen, tips en adviezen geven. Door dit netwerk zouden we eventueel ook meer taalcoaches aan de organisatie kunnen binden. En wellicht dat er ook uitwisselingen kunnen plaatsvinden tussen deze vrijwilligers. En ook de fysieke informatiepunten die uit dit netwerk gaan ontstaan, zijn van belang voor onze cliënten. Zodat het voor hen duidelijker is welke mogelijkheden er zijn om de Nederlandse taal te leren. En dat ook wat inzichtelijker is, dat ze de weg weten te vinden. Dus eigenlijk kortom is de taalnetwerk van nu is van groot belang voor vluchtelingenwerk. En we sluiten ons heel graag daarbij aan. Mijn naam is Lia Termijn. Ik ben projectleider Nederlands bij EWC Talen. EWC verzorgt taaltrainingen in meer dan 15 talen en dat doen wij op alle taalniveaus. We geven privétrainingen en groepstrainingen en dat doen wij op onze leslocatie in Bergen op Zoom en op uw werkvloer. De medewerkers van EWC hebben allemaal een passie voor taal. En mede daarom sluiten wij ons heel graag aan bij het taalnetwerk van u. Want een taal leren of een taal verbeteren vergroot je wereld en je kansen. Ik ben Carolien van der Akker. Ik werk bij Traverse en coördineer daar het vrijwilligersproject De Voorleesexpress. Vrijwilligers lezen 20 keer, eenmaal per week voor, aan kinderen tussen 2 tot met 8 jaar bij het gezin thuis. Zo stimuleren ze de taalontwikkeling van de kinderen en steunen ze de ouders bij een positieve leesopvoeding thuis. De Voorleesexpress is een landelijk project wat door Traverse wordt uitgevoerd in de gemeente Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Steenbergen en Rukven. Ik vind het belangrijk om deel te nemen aan het taalnetwerk van nu, omdat lezen en schrijven de basis is van zelfredzaamheid en mensen minder kwetsbaar maakt. De participatiegroep Anna bestaat uit vrijwilligers die taalles en conversatieles geven aan vrouwen om hun redzaamheid in maatschappij te vergroten. Op deze manier willen we vrouwen, maar ook de hele familie helpen. We willen deelnemen aan taalwerk, omdat wij denken dat we elkaar versterken om onze doelen te bereiken. Binnen het bestuur van Stichting Kortendijk hebben we gesproken over de laaggeletterdheid en de bestrijding daarvan. We hebben besloten om dit onderwerp binnen het kader van onze maatschappelijke taak op te nemen als een van de speerpunten van ons beleid. De uitvoering daarvan die kent best heel veel haken en ogen. Daarom hebben we, na diverse oriënterende bijeenkomsten, met afgevaardigden van Bibliotheek van Nu besloten deel uit te gaan maken van het taalnetwerk van nu. Daar we binnen onze wijken en dorpen allemaal te maken hebben of krijgen met laaggeletterdheid, zou het heel mooi zijn dat we alle buurthuizen, wijkhuizen en dorpshuizen hierbij aan zouden kunnen sluiten. We hebben inmiddels besloten om binnen het voorzittersoverleg van de wijk, dorps en buurthuizen dit op de agenda te plaatsen. En proberen alle buurthuizen aan dit project deel te laten nemen. Wij denken dat het een groot succes gaat worden. Hoe moet je dat zien? Maar waar wij aan denken is om het hele project te faciliteren. Het om niet beschikbaar stellen van cursusruimte. Participatie in voorleesprojecten enzovoort enzovoort. Kortom, wij denken dat wij als buurt, wijk en dorpshuizen prima bijdrage kunnen leveren aan
aan het taalnetwerk van u. Aan de naam moet ik nog eventjes wennen, maar dat komt ook wel.